In het begin schiep God de hemel en de aarde. Door zijn woord schiep God de wereld, de dieren, de planten, de bergen, de zeeën, rivieren. En hij schiep de mens. En het woord van God is zelfs mens geworden. Het woord van God kreeg vlees en botten en werd geboren als klein jongetje in Bethlehem, in Israël. Jezus. 2000 jaar geleden liep Jezus op aarde om ons te laten zien hoe Gods koninkrijk eruit ziet. Hij maakte zieke mensen beter, zorgde voor de armen en de zwakke mensen. Leerde dat iedereen erbij hoort, dat iedereen kostbaar is. Zo kostbaar dat hij voor ons zelfs zijn eigen leven gaf. Want al zo lief heeft God de wereld. Op de dag voordat Jezus gevangen werd genomen, kwam hij samen met zijn discipelen. En ze hadden een maaltijd samen, het laatste avondmaal. Hij brak het brood en zei, dit is mijn lichaam, dat ik voor jullie geef. Liefde die geeft, liefde die de ander dient. Dat is wat Jezus deed, ook toen hij de voeten van zijn discipelen waste. Hij zei, volg dit voorbeeld, hou van elkaar, dien elkaar. Speel niet de baas, maar help de ander. Maar de politieke en religieuze bazen van deze tijd konden daar niets mee. Jezus moest weg. Ze martelden hem en vernederden hem, sloegen hem met een zweep en hingen hem aan een kruis. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen, zei Jezus toen hij aan het kruis hing. En zijn laatste woorden, het is volbracht. Dood. Jezus was dood. Ze haalden zijn lichaam van het kruis en legden hem in een graf. Geen troost, geen hoop. Dit was het dan. Vrijdag, zaterdag. Het werd zondag, de eerste dag van de week. De vrouwen gingen die ochtend naar het graf om zijn lichaam te balsemen. Maar de steen die voor zijn graf lag, was weggerold. Het graf was leeg. Het lichaam van Jezus was weg. De grafdoeken lagen er. Maar Jezus was er niet. Hij is opgestaan. Hij leeft. Hij is opgestaan. Hij leeft. Hij is opgestaan. Hij leeft. Hij is opgestaan.